Een vriezer is natuurlijk super handig om je eten te bewaren, zodat het langer goed blijft. Maar dat kost natuurlijk ook een hoop energie. Gelukkig heb ik in deze video 5 tips voor je hoe je energie bespaart met je vriezer zonder dat het ten koste gaat van je eten. Tip 1. Stel je vriezer goed in. Zorg ten eerste dat hij niet in de buurt staat van een warmtebron zoals de zon of een radiator. En vervolgens stel je de temperatuur in. De ideale temperatuur voor een vriezer is min 18 graden Celsius. Tip 2. Houd de deur zoveel mogelijk dicht. Probeer alles in één keer uit de vriezer te pakken en zorg ervoor dat de deur niet te lang open staat. Als dit gebeurt gaat er namelijk warmte naar binnen en dit kost de vriezer ontzettend veel moeite om opnieuw te koelen. Hou ook één keer in de zoveel tijd de deurribbertjes goed schoon, zodat je zeker weet dat de deur goed sluit. Tip 3. Verpak je eten goed en zorg voor voldoende ruimte tussen de producten in je vriezer voor een goede luchtcirculatie. Daarnaast werkt een volle vriezer beter dan een lege vriezer, want producten zoals diepvriesfruit, broden en gehakt houden de koude lucht vast. Zo hoeft je vriezer minder hard te werken. Tip 4. Onderhoud je vriezer. Natuurlijk is een schone vriezer veel hygiënischer voor je eten, maar het vaak reinigen en ontdooien van je vriezer voorkomt ook ijsvorming. En dat bespaart energie, want elke 2 mm aan ijs, daarvoor verbruikt je vriezer al 10% meer energie. En op een gegeven moment zal je deur ook minder goed sluiten. Tip 5. Laat je restjes eerst goed afkoelen. Ik snap het, je wil na het koken graag een opgeruimde keuken, maar wanneer je een pasta of een soep nog warm in de vriezer plaatst, moet deze veel harder werken om weer tot de juiste temperatuur te komen. Laat je eten dus eerst goed afkoelen voordat je het erin zet. Dit waren 5 tips om energie te besparen met je vriezer. Wil je nou nog meer bespaartips? Kijk dan in onze bespaartip playlist of klik op de link in de beschrijving.